yoga teacher training dag 8. Don't come up. Yeah, slowly. No, stay there. Roll the forehead to the ground. Stay there. Take the balance there and try to look up. Try to balance. Look up. When you come like this, you fall. Relax my knees. Release. Het is tijd voor ontbijt. Vandaag hebben we lekkere boontjes, een bruine rijst, zelfverliefd rijst eigenlijk. Weer iets van daal, dat hebben we bijna elke dag. En dit is putu. Dat is een soort van, hoe zeg je dat? Ik weet niet. Soms is het zeg maar geperste rijst en soms is het geperste couscous. Maar het is vet lekker. Ik edit meestal vlogs in mijn middagpauze. Ik zal je even laten zien hoe mijn schema er gewoon sowieso uitziet voor de dag. Ik word meestal om 4:15 wakker. En dan om iets van 5:50 of zo ga ik de deur uit. En dan beginnen we met meditatie in de ochtend. Vervolgens om 7:30, ja, dan eindigen we ongeveer en dan zijn we gewoon aan het rusten. Om 8:00 beginnen we met de asanas, dus de houdingen. Om 10:00 hebben we dan ontbijt. En daarna hebben we gewoon pauze, meestal rond 10:30, 11:15 of zo. De karma yoga is eigenlijk zeg maar dat je gewoon moet helpen en schoonmaken en dat soort dingen. Bij ons valt er niet zo heel veel te doen. Dit is zeg maar het officiële schema. Als je bijvoorbeeld in een ashram zit en wij wijken daar vanaf. Dus om 12:30 dan beginnen we weer. Het is nu bijna 12:30, dus ik moet zo meteen weer terug. En dan hebben we meestal theorie tot 4:30. En dan doen we dus weer de asanas, dus de houdingen. En hebben we 's avonds avondeten. En dan om 7:30, 8:15 of zo, dan kan ik weer terug naar mijn kamer. Maar dan weet je dus dat je de volgende dag weer om 4:45 moet opstaan. Dus dan, ja, ik probeer toch echt op z'n laatst om 9:00, 9:30 te gaan slapen. En dan, s'avonds meestal in dat uurtje wat ik heb, of dat 1.5 uurtje wat ik heb, is even douchen, bellen met Stefan, heel eventjes in een boekje lezen en dan slapen. Ik kan oprecht zeggen dat ik nog nooit zoveel rust en rijheid in mijn leven heb gekend. Ik ben onderweg naar de middagsessie en vandaag gaan we dus proberen om om 3:00 te mediteren. Ik ben echt heel benieuwd, want hij zegt elke keer van, weet je, eigenlijk alles wat we bespreken is toch niet zo heel boeiend. Het enige wat je moet doen om verlicht te worden is gewoon stilzitten en stil zijn. En dan komt het allemaal wel. Hoi papi, hij wil ook op beeld. Hallo. Hij heeft dus ook geleerd dat de energie die uitstraalt, dat dieren dat ook aanvoelen. Ik weet niet waarom hij zo aan het piepen is. Maar goed, in ieder geval. Ik kan rustig 1 uur mediteren, dat vind ik niet erg. Maar 3:00? 3:00 heb ik nog nooit gedaan. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Oké, change of plans. Uiteraard gaan we weer iets anders doen. En dan is het juist zeg maar de kunst om gewoon go with the flow en... ja, niet verder vragen naar wat we eigenlijk zouden doen. Blablabla. Dat is een beetje zeg maar het herprogrammeren van je hersenen. Maar goed, anyways, we hebben echt super vette shizzle gedaan. Jedi Mind Tricks. Ik ga het een van deze dagen ga ik het ook bij jou doen. En it ain't pretty. Echt. Ik weet dat heel veel van jullie het misschien niet heel leuk gaan vinden. Maar het is de enige manier om je te laten ervaren wat het is. Dus... ja, binnenkort Jedi Mind Tricks. Oeh, vet cool. We gaan zwangere yoga leren. En aangezien we allemaal een beetje moe en futloos zijn, is dit wel denk ik een goede oefening. Kijk, om het echt te maken, hebben we allemaal een kussen voor onze buik. Check mijn baby. Dit is echt heel irritant. Ik ben niet van plan binnenkort zwanger te worden. Zou je laten even zien hoe je een pijnloze bevalling krijgt? Gewoon dit doen en dan voel je helemaal niks van. Luna werd gewoon nog een keer door de mangel gehaald. Omdat ik er dus in eerste instantie soort van tussen was gesprongen. Wat ook fout is, want ze moet het gewoon leren. En met Saji leert ze het zeg maar in een gecontroleerde omgeving. En hij kan je achteraf ook precies vertellen wat de les is. En toen, na een tijdje dacht ik echt zo... Oeps. Ik had er eigenlijk helemaal niet tussen moeten komen. Want zij moet ook gewoon leren om, zeg maar, ja, met haar ego om te gaan. En toen begonnen ze dus weer een discussie. En ik wilde weer een... Ik zweer het je. Daarom zeg ik, Saji heeft echt wel gewoon... ja, of je het gelooft of niet, kan ook gewoon psychologisch zijn of psychic, whatever. Hij keek me echt zo 1 keer aan. En ik dacht, nope.
ik hou mijn mond, ik ga wel een shavasana. En ze waren echt, oh, ze waren echt helemaal, nou ja, ja, ze waren echt wel helemaal los aan het gaan. En ik was aan het luisteren en ik dacht echt, no Luna, no, no Luna, nee, it's a trap, it's a trap. Jullie comments zijn trouwens altijd zo, zo, zo de bom. I love it. Oh, Saatje heeft trouwens gezegd dat hij samen een video wil maken. Dus ik ga de oude vragen erbij pakken. Maar mocht je nog nieuwe vragen voor Saatje hebben over geluk, emoties, zelfrealisatie, yoga, whatever. Stel ze dan hieronder in de comments en dan ga ik een video samen met hem opnemen. Dus weet je dat ik zelfs complimenten van andere mensen krijg over jullie comments? Zeggen van ja, op andere YouTube kanalen is dat zo negatief. Of mensen zijn zo kritisch of zijn jaloers of dat soort dingen. En dat ze zeggen ja, jouw comments zijn echt gewoon amazing. Dus ja, jullie zijn gewoon zo geweldig. Thank you. Ik vind het echt heel gezellig om je erbij te hebben. En dat jullie altijd zo lief en zo begripvol reageren. Ik heb van hem ook een zeldzaam boek gekregen van een van zijn leermeesters. En dat is geschreven door een van de, hoe zeg je dat, disciples. Dus iemand die in de leer was bij deze meester. En allemaal brieven naar haar broer ging schrijven wat ze allemaal leerde. En dat heeft ze toen gepubliceerd in een boek. Het schijnt een vrij zeldzaam boek te zijn. Dus ik ga hem lezen en als ik nieuwe dingen leer dan deel ik dat uiteraard met jou. Wie van jullie heeft trouwens de viral video van Nicole Arbour gezien? Waarin ze, Dear Fat People heet de video. Ik kan hem ook even hieronder linken. Waarin ze dus zegt dat fat shaming, dus zeg maar een voorkeursbehandeling voor mensen die dik zijn. Of discriminatie tegen dikke mensen, dat dat niet bestaat. Vorig jaar begon dat al een beetje. Maar ik zie echt zo'n trend ontstaan dat dikke mensen een soort van worden opgehemeld. En weet je, ik ben geen voorstander van super dunne modellen op de catwalk. Maar ja, overgewicht lijkt me ook niet echt per se iets wat je in de maatschappij zou moeten verheerlijken ofzo. Dus ik dacht echt, yes, eindelijk iemand die zich daarover uitspreekt. Oké, wacht, voordat je je abonnement opzegt of allemaal mad comments gaat achterlaten. Yves, waar heb je het in godsnaam over? Dit is dus precies wat Saatje doet. Hij hemelt je helemaal op van, oh, je hebt zo'n mooie spirituele energie. Ja, je kan het, je bent echt super lenig, dit, dat. En dan komt hij daarna, Jezus, wat ben jij lui. Ja, nou, ik denk dat het voor jou heel lang gaat duren voordat je verlicht wordt. Vandaag zei hij ook tegen Luna, jij hebt echt zo'n groot ego. Terwijl dat meisje is gewoon rust zelf. En zij reageerde daar dus op. En dat is dus zeg maar de trick. Hij laat je reageren, want dat is je ego. En vervolgens laat je je dus helemaal flippen. Of helemaal kwaad worden. Zodat je ziet wat je ego is. En zodat je weet wat je daarna moet doen. Als iemand dus zulke gekke dingen zegt waar je het gewoon helemaal niet mee eens bent. Of bla bla bla. Niemand kan je kwaad maken als jij dat niet wil. Dus nu elke keer als hij gekke dingen zegt of whatever, denk ik echt zo, not real, not real, not real, not real. Net zoals ik gewoon in een spookhuis rondloop, denk ik ook, not real, not real, not real. Geluk is ook ego. Ken je dat gevoel dat je er zo gelukkig bent dat je ervan moet huilen? Of dat je helemaal in je bed ligt te stuiteren en niet kan slapen? Is uit balans. Dus nu elke keer als ik zeg maar een soort van irritatie voel opkomen, of juist dat je helemaal zeg maar uit je bol wil gaan van geluk, denk ik, ego, ademen. Ademen, in balans blijven. Niet denk aan de pijn. Als je gewoon positieve, happy energie uitstraalt, dan voelen dieren dat ook. Hello!